We gaan over iets anders praten. We gaan praten over het harde leven van nu. En het harde leven van nu in Nederland speelde zich de afgelopen dagen enigszins af in Deventer. En vandaag ook, waar een demonstratie was en waar ook de burgemeester heeft gesproken met jullie demonstranten. Zullen we even kijken, ik geloof dat er zo'n 150 mensen waren vandaag bij die demonstratie. En dat zag er zo uit. Het doel van de tocht is dat de woningbouw niet zomaar mensen toelaat in huizen. Dat ze eerst achtergronden gaan bekijken van, goh, heeft hij een strafblad? Ja, dat kan iedereen hebben. Maar wij vinden zelf dat dit te ver gaat. Jullie hebben vandaag gedemonstreerd vanuit jullie zorg als het gaat over pedofilie. En ik kan me die zorg heel, heel goed voorstellen. Dat was de burgemeester. Daarover straks nog even. Maar Samantha de Witte, u heeft dit georganiseerd, hè, deze demonstratie. Ja, wat wilt u graag bereiken met deze demonstratie? Dat wij gehoord worden en serieus worden genomen. Want de justitie, alles doet er gewoon voor en niks aan. Ja. Ze worden nog beveiligd ook. En wat zou u dan willen? Want u zegt, ik zou eigenlijk willen dat er geen pedo's in Deventer komen te wonen. Heel Nederland niet. Waar zouden ze dan naartoe moeten eigenlijk? Eiland. Een eiland? Doodstraf, ja. Laten ze die maar weer invoeren. Maar een doodstraf voor mensen die aan kinderen zitten. Dat mag niet. Ja, en kindersweerloos. U weet natuurlijk dat er geen doodstraf is in Nederland. Dus maar die mogen ze wel weer terug invoeren. Ik begrijp best wel dat u misschien een zekere angst hebt als je kinderen hebt dat er iets mee gebeurt. Maar waar komt het vandaan dat u zich daar zo uitgesproken over uitlaat? Heeft een van jullie zelf iets meegemaakt? Of met jullie kinderen? Of nee, dat niet. Maar mijn oudste durft gewoon niet meer buiten te spelen. Die volgt ook alles. Gegaan, maar die heeft, is misschien heel lang geleden, maar die heeft er nu nog steeds last van. Die wil niet meegaan, maar ze heeft er nog wel last van. Ja. En het is al wel 30 jaar geleden. Nou, die litteken heb je altijd en die blijf je altijd houden. Het ontstond eigenlijk toen bekend werd dat Martijn Uitenboogaard, zo heet hij, hè? Ja. Hij maakte deel uit van de vereniging Martijn, maar die vereniging bestaat geloof ik niet meer. Op bezoek was bij iemand anders in Deventer. En kennelijk is hij daar gesignaleerd. Klopt. En wat gebeurt er dan? Worden jullie dan gebeld? Of hoe loopt zo'n communicatieketen? Hij is gesignaleerd dat ze bij de Talimini een ijsje te eten. Ja. Dat lijkt me niet meteen per se gevaarlijk. Tenzij het een kinderreisje is. Zei jij dat dan? Ja, sorry, zei ik ook. Ja. Maar waarom is dat een punt als hij daar een ijsje eet... dat jullie denken, dit kan niet goed gaan? Nou, als je Ricardo Hunneveld ziet... Ricardo Hunneveld? Ja, die woont daar in Deventer. En die heeft zelf bekend op YouTube... dat hij van kleine meisjes houdt van boven de 6 jaar. Hij vindt kleine kinderen sexy. Nou, sorry, dat en we zouden nog van hem horen... Nou, eerst willen wij gewoon. Hij gaat van ons horen. Ja. We hebben Martijn hier wel eens aan tafel gehad en met hem gesproken. Oh, echt? Jazeker. En hij is nooit ergens voor veroordeeld, hè? Nee. Dus u eist de doodstraf voor iemand die nooit ergens voor... alleen al. Ja, maar je kunt toch voor een gedachte niet ter dood worden veroordeeld. Mag ook niet. Nee, toch? Gedachten, dat gaat al te ver. Goed. Nu toch even, want wat we horen van u is een... Nou, is een opwinding en een woede over iemand of mensen die misschien kun je ook toch wel zeggen een seksuele afwijking hebben, dat kun je zeggen. Misschien mag je het zelfs een ziekte noemen, hoe dan ook. Ze kunnen er niet in alle gevallen wat aan doen, denk ik. Of denkt u van wel? Nee. Ja. Nee, dat klopt. Het wordt moeilijk, ja. Ja. Zeker. Dan worden ze nog genezen. Worden ze genezen verklaard. Genezen, dat kan niet. Dat bestaat niet. Nee, maar dat wordt gewoon je buurman en dan hebben ze zoiets van... Nou, je zoekt het er maar mee uit, hè. Ze worden gewoon tussen scholen geplaatst. Tussen kinderdagverblijven. Het maakt allemaal niks uit. En... Wat heeft de burgemeester jullie... Heeft de burgemeester jullie demonstranten... angstige mensen, als ik het zo mag noemen... iets toe kunnen zeggen waardoor jullie minder ongerust zijn? Ja. Vind ik wel, want hij vond het zelf ook niet acceptabel. En dat zei hij ook. Hij had ook zoiets van... dit moet ook helemaal niet kunnen dan in dit land. Hij was het er wel mee eens. Hij begreep ook de hele demonstratie wel. En ik heb ook zoiets van... wie met de handen aan de kinderen zit van... geef het een week bij mij in de schuur dan. Özcan Akyol. Ik weet er ook wel wat mee. Jij bent erbij geweest in die zin. Je hebt geobserveerd wat er gebeurde bij de demonstratie. Je woont in Deventer. Ja. Wat zou jouw de kwalificatie zijn van deze gebeurtenis, wat jou betreft?
Ik vind het allereerst een heel erg overtrokken gedoe. Ik begrijp de angst hier heel goed. Als ik kinderen had, zou ik ook niet leuk vinden als een pedofiel naast mij woonde. Ik heb geen kinderen, nee. Precies. Nee, maar ik zeg dat ik jullie begrijp, hè. Dus daar gaat het verder niet om. Het feit is wel dat die man was 1 uur op bezoek bij een vriend in Deventer. Hij was daar gewoon in de kelder. Hij is gezien op dat terras. Mag ik een vraag maken? Ik heb een versie van de politie dat die man daadwerkelijk was. Klopt. Hij was daar, maakt niet uit, een uur of misschien een dag, maar hij woont er geen uur, want ik heb daar twee dagen gepost. Die vrijdag heb de politie tegen mij gezegd dat hij daar was. Ik heb een vestiging. Oh, maar hij was daar ook, daar gaat het weer om. Maar hij was daar al, op een gegeven moment was hij daar ook weer weg. Daar gaat het om. Hij is gesignaleerd. Er werd een foto geplaatst op Facebook. Er kwam een pagina zelfs. Een Facebookpagina met Weg met Martijn uit Deventer. En overal waar die man op werd gesignaleerd, was ook in die ijssalon en op het terras. Dit is de pagina toen die inmiddels weg is, op last van de politie. Ja. Overal waar die man werd gesignaleerd, werd hier op een berichtje geplaatst. En toen meteen mensen op de scooter, mensen in de auto's, die gingen erop af. En dit groeide steeds meer door deze pagina, door Twitter, door social media. Waardoor echt een volksgericht ontstond. En waardoor mensen dus ook op een gegeven moment voor die flat gingen verzamelen, waar die Ricardo dan woont. Maar op dat moment was die Martijn daar helemaal niet meer, die donderdag en die vrijdag niet meer. Ja, Ricardo is ook een pedo. Maar wat zou u dan... Ja, hij is zelf bekend op YouTube. Als daar nou... Heel veel maar iemand kan wel een pedo zijn. En dat is, ik begrijp dan de angst die er is. Maar je kan niet iemand, wat er vandaag werd geroepen, niet per se door jullie... Je kan niet iemand in stukjes snijden omdat hij een pedo is. Die persoon moet ook ergens wonen. En ik begrijp dat je het niet leuk vindt dat hij daar woont. Maar je kan niet iemand opsluiten omdat hij ziek is. Je kan niet iemand opsluiten omdat hij een seksuele afwijking heeft. Dat is het probleem. Daar gaat het hier om. Gaat het toch om of hier naar handelt? Martijn uit de Boogaard, die heeft gewoon uitgesproken. Die schrijft blogs over zijn seksuele gevoelens. Maar die is nooit veroordeeld voor iets. Die heeft nooit in de bak gezeten omdat hij een kind heeft misbruikt of wat dan ook. Maar die man kan zich helemaal nergens meer vertonen, omdat hij gewoon constant wordt opgejaagd. Het is gewoon echt een heksenjacht geworden. En dat wordt door jullie wordt dat in stand gehouden. Ook wordt dat vuurtje wordt ook door jullie aangewakkerd. Die man kan zich gewoon nergens meer vertonen. En ik ben het niet eens met hem. Ik zeg niet dat hij goed is, maar je moet kijken naar oplossingen. Misschien moet hij opgenomen in een kliniek, of misschien moet je een gebiedsverbod als het kinderen zijn of een school. Dat is wat je moet. Zo'n oplossing moet je zoeken. 5 meter verderop. Daar zit iemand een jaar lang in de Maar dan nog is het nog steeds een man die zich niet heeft vergrepen aan een kind of wat dan ook. Het is iemand die een seksuele afwijking heeft. De gedachte is alleen al. Jongens, het werkt alleen maar als er één iemand praat. Want anders dan is het niet te verstaan. Staat. En dan heb jij zoiets van, oh, oké. Nee, er moet niks gebeuren. Die man kan altijd wel in de gaten. Je moet hem in de gaten blijven houden. Je moet hem begeleiden. Je moet hem ondersteunen. Daar heeft de politiek geen geld voor. Je kan hem niet preventief gaan opruimen zoals ik hoorde. En volgens mij willen jullie dat ook. Je kan hem niet aan de ratten voeren. Of je kan niet met zijn hoofd de stoep gaan. Ja, maar, dat is een goed idee. Maar dat is wat ik vandaag hoorde. Maar dat kan maar gewoon niet. Het is toch niet zo dat één van de mensen hier... kun je nu zeggen dat op het moment dat je Martijn uit den Boogaard of wie dan ook, waarvan je vermoedt dat hij pedofiel is en misschien pedoseksueel... Dat je die dan aan gaat vallen? Of dat je die dan... Ik weet niet wat ik doe. Dat is gewoon een moment. Ik heb er wel 10 jaar voor over, hoor. Ja, dat zijn momenten. Maar jij zegt nu dat je 10 jaar voor over Zeker. Hebt. Zeker. Wat is jouw... Als we het hebben over beschaving. Nou, dat is geen beschaafd persoon. Maar dat is toch ook niet beschaafd? Maar dan ben je toch geen haar beter als je... Dat kinderen die weerloos zijn. Dat kan gewoon niet. Ja, maar daar heb je gelijk in. Dat is helemaal geen discussie. Ik vind pedofilie ook volstrekt verwerpelijk. Dat is helemaal geen discussie. Maar jij kiest ervoor... om dan je wil iets aandoen en je hebt ervoor over om 10 jaar te zitten, zeg je. Maar dat is toch ook geen vorm van beschaving als je iemand dan iets wil aandoen? Er is het punt ook niet dat tegenwoordig met de social media zo'n oproep is zo gedaan. Dus het karakter van wat jij noemt het volksgericht... komt eerder tot stand dan het jaar geleden toen we die social media niet hadden. Ja, en het komt ook... Kijk, wat ik vandaag heb gezien was vooral een bepaalde stroming in de samenleving. De sociale onderklasse. Maar dat zegt niks over die mensen. Want het is ook eerder gebeurd, ik geloof een half jaar geleden... met, hoe heet die meneer Sjoerd van Keulen van SNS. Toen werd er ook een tweet geplaatst en het ontstond er ook een volksgericht. En die man moest zelfs onderduiken. Dus het is echt niet per se iets van deze mensen. Dus wel, het toont wel aan hoe makkelijk je op social media iets kan beginnen. Je kan
Op Twitter kun je foute regimes omverwerpen, maar je kan blijkbaar ook lynchpartijen organiseren en mensen uit een stad drijven. Dat kan hebben jullie kennelijk geen vertrouwen in een overheid die zou moeten zorgen voor orde en rust? En op het moment dat iemand de wet overtreedt, dat iemand dan wordt opgepakt en eventueel berecht wordt? Ze worden zo weer vrijgelaten. Niet door elkaar. Eén iemand voert het woord. Ze worden zo weer vrijgelaten. Ja, maar op basis waarvan moeten ze worden vastgehouden? Heeft hij ooit een uitspraak gedaan of hij praktiserend is? Nee, hij heeft uitgesproken dat hij alleen die gedachtes heeft. Ja, alleen die verlangens. Maar hij heeft nooit iets met een kind gedaan. Nooit een kind misbruikt of wat dan ook. Dat kan. Kunnen we even... Misschien mogen we even luisteren naar de... Drie hebben al zelf bekend bij de politie. Mogen we even luisteren naar de minister? Want ik weet niet of u er iets over wil zeggen. Maar u zit hier toch als vertegenwoordiger van de overheid. En u luistert naar de discussie. Wat vindt u ervan? Ja, u spreekt ook over ze. Is het wel goed om iedereen maar over één kam te scheren. Het is dan niet zo dat iedereen die een bepaalde afwijking heeft, dat hij zich dus ook misdraagt. Dat is niet zo. Je moet mensen op hun individuele gedrag beoordelen. Het kan ook best zijn dat iemand een seksuele afwijking heeft, maar zich toch beheerst. En dat in combinatie met begeleiding en controle, dat het goed gaat. En je kunt niet iemand die niet iets verkeerd doet, bij voorbaat al veroordelen en bij voorbaat zo behandelen. Dat is niet goed. Dus zodra je iedereen over één kam scheert, ongeacht wat die individueel doet, is het niet goed. Nee, maar als diegene dan zeg maar op het balkon staat en die steekt zijn middelvinger op en die schreeuwt naar beneden van, ik pak één van jullie kinderen wel. Is dat gebeurd? Ja, zeker weten. Dan moet je daar dan op reageren. Ja. Nou ja, dat is toch niet mensen? Dat is een misdraging, hè? Op YouTube. Ja, dat is een misdraging. Hij heeft bekend bij de politie zelfs nog. Maar als één van hen dat doet, dan moet die ene daarop aangesproken worden. Maar dan moet je niet iedereen die dezelfde afwijking heeft, daar ook bij voorbaat op aanspreken. Hij is gevlucht. Het is niet goed om steeds maar ze te zeggen. Ja, maar ze zijn met zoveel daar. Nee, er zijn pedo's inderdaad die kinderen misbruiken. En die verdienen straf. Maar er zijn ook, wat de minister ook wil zeggen, er zijn... pedoseksueel, die ook vechten tegen die gevoelens en die weten dat dat fout is. Maar jullie hebben het nu steeds over... Die zich uiten juist om die verlangens te verwoorden, ja. Maar er niet naar handelen. En dat is heel verwarrend natuurlijk. En die kiezen voor de eerlijkheid en dan worden ze toch afgestraft ook, omdat ze eerlijk zijn. Ja. Ja, want die man, het blijft een feit dat die man, die Martijn uit de Boogaard, gewoon niet veroordeeld is. En, maar die is zijn leven niet veilig. Zijn er meerdere? Natuurlijk zijn het er meerdere, maar we hebben nu over dit specifieke geval. En Ricardo. Zo iemand die krijgt een matige gevangenisstraf, terwijl het kind gewoon voor het hele leven getekend is. Kijk, en dat kan in mijn hoofd kan er gewoon niet omgaan. Sorry. Zeker de vraag niet. Is niet of u tegen pedofilie moet zijn, wel of niet, maar hoe je omgaat met mensen die gevoelens hebben. En dat is waar u een tamelijk radicale oplossing voor heeft bedacht. Ja. Gevoelens zijn hatelijk. En die van mij ook. En die van mij ook, sorry. En die ik denk daar helemaal geen benul van hebben hoe de mensen daar in die flat, ik woon zelf in die flat, hoe die mensen in angst hebben geleefd. En vooral toen ze zeiden dat hij op de 9e verdieping zat. Nou, de mensen die werden gewoon allemaal kokend. Ze wouden hem wel van het balkon aftrappen op dat moment dat ze wisten dat hij daar was in die flat. Zeker. En toen ging de ronde dat hij op 10 hoog zat. En toen zat hij naast een gezin waar een kind helemaal niet goed is. Nou, dat kind dat was gewoon helemaal rood op de boter. Alleen dat hij hoorde wat daar eigenlijk allemaal speelde in die flat. Ja. Laatste woord voor Eus. Nou, ik denk... dat het eigenlijk, wat deze mensen zeggen, dat is heel terecht. Het zijn allemaal angst. Die angst begrijp ik heel goed. Maar ik denk dat door de rol van social media en alles dat een beetje overtrokken is. En goed. Oké, jij zegt het. Dan ga je meedoen. Ik denk dat de overheid gewoon scherp moet toezien op die mensen. Goed moet kijken waar ze geplaatst worden. En strenge controle daarop moet houden. We zijn gekomen aan het einde. Dank voor jullie komst. Dat geldt overigens voor alle gasten hier aan tafel.